Oh, nou, man, stijf in bed, echt. Ja. Zo bang was ik. De schrik zit er goed in het rustige woonbuurtje vlakbij de haven van Huizen. Vannacht werd de buurt gewekt door 2 schoten en het aanhoudende geronk van een politiehelikopter. Ja, ja, ik ben 4:30 of zo even gekeken voor het raam. Dus naar de, wat zag u? Allemaal politie en zo. Op een gegeven moment vind ik een werd in zijn been geschoten. Je begon te gillen. En ja, het was vreselijk. De laatste kwam die aan belazen, het verder, ik heb niet gekeken. Geschrokken en hoorde schieten. En ik heb niet meer geslapen. Helikopters erboven. Ja, je schrikt wel even, hè. Ja. De 6 werden gestoord toen ze probeerden in te breken in een kledingwinkel in Bussum. De vluchtauto's werden gespot in Huizen en toen volgde een klopjacht door de politie. Een van de inbrekers werd geveld door een politiekogel. De bloedvlekken zitten nog op straat. Bij welke winkel ze wilden inbreken en waarom de mannen in 's hemelsnaam met z'n 6 waren, is allemaal nog niet duidelijk.